dus weer helemaal awkward als ik hier aan het vloggen ben en allemaal mensen hier langs lopen. Anyway. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog op mijn kanaal. Ik ben Pam Harry en vandaag is Guus vlog nummer 2. En vandaag zijn we in Enschede. Ja, nog zijn we in Almelo. Maar zo gaan we dus naar Enschede. Want daar treedt hij vandaag in het Wilming Theater op. En ik ben fucking excited. Misschien hebben jullie al mijn andere vlog gezien. Ik was namelijk 2 weken geleden al in Zwolle bij zijn theatertour. En ik wilde dus heel graag een foto met hem. En dat is helaas niet gelukt. Ik heb wel zijn band nog even gesproken. Maar helaas geen foto met Guus. Dus ik hoop heel erg dat het vandaag gaat lukken. Daarom heb ik namelijk dan ook nog een kaartje gekocht voor nog een concert. Want daar was ik eigenlijk helemaal niet van plan. Maar daardoor dat ik zo gefrustreerd was, dacht ik van ja, kom. Ja, dus daar zijn we weer. En ik heb nu eerst zo nog zangles, 1/2 uur. En dat gaat tot 7 uur dan. En dan moet ik echt heel snel van Almelo naar Enschede cruisen. Omdat ik ja, dan nog maar 1 uur tijd heb tot de voorstelling begint. En ik doe er denk ik wel 1/2 uur over om van Almelo naar Enschede te komen als ik goed heb. Het leuke is dat ik bij zangles net, ik mag dus altijd liedjes uitzoeken die ik wil gaan oefenen. En op het moment leer ik dus Toen ik je zag van Guus. En dat is wel heel leuk en passend voor vandaag, want dat is echt één van mijn all-time Nederlandse favorite liedjes. Dus ja, dat is wel heel leuk dat ik dat ga zingen en dan daarna naar Guus rij. Dan zie ik jullie denk ik zo weer als ik in Enschede ben. Zo jongens, ik sta in de rij, in de file. En als iets mij nerveus maakt, dan is het toch echt vlak van tevoren naar een concert komen. Ik voel me echt fucking gestrest. Het is nu... Oh shit, het is al 4:15. Ik ben echt zo fucking nervous dat ik het niet op tijd red. Maar er staan hier nog heel veel mensen voor mij. Dus ik hoop dat de parkeergarage, dat ik er niet zo snel in kom. En dat ik heel snel dan naar het theater kan rennen. Ik heb al alles ready gemaakt. Dus dat ik zo direct kan uitstappen. En dan, ja, oh, dat maakt me echt helemaal nerveus, moet ik zeggen. Zangles was trouwens super leuk. We hebben een wat lagere versie van Toen ik je zag gedaan. En dat ging heel goed. En ja... En dat Guus dat lied zo ook zingt, maakt mij natuurlijk helemaal blij. Tot ik er ben is gewoon 4:05 of zo. Ik heb niet eens meer tijd om naar het toilet te gaan of zo. Holy crap, help me. Ja, bent u klaar? Blij dat je er bent. Blij dat je er bent. Blij dat jullie sowieso allemaal zijn. Zijn we daar? Hier, daar mensen. Ja, wij krijgen dan een teken en zeggen begin maar dat is misschien helemaal niet goed of zo. Ik vind het wel gezellig. Jij gaat maar even staan. En ze zitten ook niet echt naast elkaar. Zitten we ook naast elkaar? En daar ook? Zitten jullie ook naast elkaar? Ik kan wel leraar moeten worden. Dit gaat me best wel af, moet ik zeggen. Wacht, hier is het overleg. Waar zit ik? Dankjewel, jongens. Neem de tijd. Vrijdagavond. Ze zitten ontspannen. Nee, ik denk dat... Oh, nee. Nog. Ik denk dat jullie helemaal daar zitten. Als er nog mensen binnenkomen met dit liedje. Goedenavond allemaal, hallo. Welkom op deze mooie avond in Enschede bij de theatervoorstelling Uit het Hoofd. U hoorde, tenminste een aantal van jullie hebben gehoord bij binnenkomst,
a little less conversation and a little more action. Dat is eigenlijk precies wat we vanavond gaan doen. We gaan vanavond, ik ga niet te veel zeggen. Eigenlijk gaan we vooral spelen. Want we spelen eigenlijk heel deel 1 en heel deel 2 van het nieuwe album. Dus dat zijn ongeveer 17 nieuwe liedjes die er voorbij komen. En dat doen we omdat ik eigenlijk vind dat de liedjes voor zich spreken. En net zoals het schitterende podium wat we hier hebben neergezet, dat spreekt ook voor zich. Open en transparant. Net zoals de liedjes zijn. En overigens ook een applaus voor de band. Die ook heel open. Nee, ja, we gaan dus vooral spelen. De plaat heet Uit het Hoofd. Liedjes zijn meestal gedachtenspinsels, ideeën die in mijn hoofd zitten. En dan worden het dan vanzelf liedjes. En als je dan vanavond iets hoort wat je denkt, dat vind ik mooi. Daar word ik blij van. Daar word ik vrolijk van. Dat raakt me. Dat emotioneert me. Dan mag je het denkbeeldig hier van de hoes een strookje afscheuren. En dat strookje mag je in je zak stoppen en mee naar huis nemen. En wat de bedoeling is van de avond, de bedoeling is dat we eigenlijk aan het einde van de avond met een hele grote glimlach weer terug naar huis gaan. En dat doen we ongeveer zo. Wij hebben er zin in, we zitten boordevol energie, die gaan we zo over jullie heen storten. Dan krijgen we weer de energie terug, dan krijgen we weer meer energie van, die geven we terug. En zo stapelen we de avond op en dan moet het aan het einde lukken om allemaal heel blij en tevreden naar huis te gaan. En om het even duidelijk te maken, niet sprekend, maar zoals gezegd had in een lied, zal ik het ook nog even heel kort voor u zingen. Oké? Komt-ie. We stapelen geluk vandaag. We leggen wat we hebben bij elkaar. En het wordt alleen maar mooier. En het wordt alleen maar groter. We stapelen. Je voelt je soms alleen op de wereld, terwijl je weet dat het echt niet zo is. Het stoplicht staat op rood, maar de inflatie is hoog. De bakker is dicht, ik krijg een puist op je gezicht. Doe je ogen maar dicht en luister naar dit lied, want ik vergeet jou niet. Dit is de tijd, succes is het, Insta versus ad. Geen tegenslag in werelden, gelukkig zijn we red. De reis is mooier. Ik heb er 4 van 13 tot 22. En ik denk dat zij dezelfde twijfels en onzekerheden hebben zoals wij die vroeger ook hadden. Alleen er is één groot wezenlijk verschil. En dat is dat zij hebben een mobiele telefoon en social media. En dat hadden wij vroeger niet. Ik had iets anders en dat wil ik graag aan jullie laten zien. Had ik dit. Een tuba bariton. En precies 6 graden koud is er volop leven in de branderij, in het doolhof van hot en van bouw. Ik kom binnen, ze vraagt hoe was het vanavond. Zeg, het werd als vanouds, later en later. Dat is een leven geleden, dat
wijs al gedronken en nog meer gegeten had. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Echte mannen praten niet te zeggen. Kom naar binnen, drink nog eentje met me. En de liefde tussen jou. Als het even niet meer gaat, in het huis dat wordt gebouwd, deze jaar. Tijdens de ceremonie werden wij verrast op een nogal fantastische manier. Een van mijn getuigen nam het woord en die sprak ons toe. En halverwege de derde zin zei hij: ik kan eigenlijk helemaal niet zo goed praten, ik kan beter zingen. En toen pakte hij zijn gitaar en Jan Willem ging achter de piano zitten. En zonder dat wij het wisten, en wij zijn bruidspaar, hadden mijn vrienden samen met alle gasten iets afgesproken en een lied geschreven. En zij kenden het al en wij kenden het niet. Dus op een gegeven moment begint dat lied, mensen gaan staan, beginnen te klappen, beginnen te zingen. Uit de bosjes kwamen nog een paar mensen binnen zingen. En dat was ontroerend, het was blij, het was vrolijk, het was eventjes, alles was het. En toen dacht ik, weet je, dat liedje, dat is zo te gek, dat zit nou in mijn hart, overal waar ik ben. En zo vaak als het kan, wil ik het laten horen. En dat is nu. En nou zijn we in de deur. Dus why not? Komt. Heb je dus? Ja? Oké. Okay. Misschien heb je het al een keer gehoord. Als dat zo is en je kent een paar woorden, dan verrest dan maar zachtjes mee. Alsof je in een complot zat. Je maakt het mooi. Je maakt het mooi. Oh, het is goed, want jij maakt het aan. Ik zag de ster door jouw hemel. Je bent de lid aan het einde van de dag. Aan het einde van de maand. Het lief ben ik bij jou. De naam je schouder. Voor het leven, ik was rood, voor het val.
blijven liggen. Ik wil, ik zal, ik ga naar je toe. En er was een donderen bliksem, een slag toen ik je zag. Ik ben veranderd en ander, en sinds die ene lach. Ik geef me over, jij hebt me verzetten, heeft geen zin. Ik ben veranderd en ander, en dit is pas het begin. De 1, de 2. Het is voorbij en het was super super leuk natuurlijk. En nu wacht ik weer buiten. En voor mijn gevoel is het helemaal niet zo koud als het eigenlijk is. Ja, en nu is het wachten. Again. Let's see. Ja, jongens, wat was dat voor een geslaagde avond zeg. Het is behoorlijk laat geworden inmiddels. Het is eigenlijk al ja, bijna 1:15. Ja, maar het was gewoon super leuk. Misschien hebben jullie mijn laatste concertvlog van Guus gezien. En daar had ik al gezegd dat ik twee vrouwen tegenkwam of gesproken had die uit Duitsland kwamen. En toen ik op Guus stond te wachten, oh spoiler, ik heb Guus helaas niet meer gezien. Ik heb dus die twee dametjes weer gezien uit Duitsland. En er waren ook nog twee anderen bij. Toen zijn we nog wat gaan drinken, dus het was een super gezellige avond. Dus shout-out aan Saskia, Daniela, Marina en Nova als jullie dit zien. Ik vond het echt geweldig en ik hoop dat ik jullie heel gauw weer zie, misschien bij een volgende concert. Ja, het concert was ook heel leuk. Guus was super goed te pas. En hij was heel veel aan het praten en zo. Dat vond ik dus ook heel leuk. Ik zat echt zo fucking te stressen. Ik was echt net op het nippertje kwam ik binnen. Echt een minuut of zo voordat de voorstelling begon. En ik was zo aan het rennen. Ik wilde eigenlijk nog filmen van tevoren of on my way to the concert. Maar
ja, ik ging gewoon helemaal niet meer. Ik was zo aan het rennen. Iedereen zat mij dom aan te kijken. Maar het maakt me niet uit. Ik was op tijd. Maar anyway, het was weer super leuk. En dit is voor nu eerst mijn laatste Guusvlog. Maar morgen... Dus niet morgen dat een nieuwe vlog komt. Maar ik ga morgen naar het Wayland concert. Wayland's Top 1000 in Rotterdam. Dus daar ga ik jullie natuurlijk ook weer mee naartoe nemen. En ik ben super excited. En daarom moet ik nu nog een uur naar huis rijden. En morgen moet ik dus weer naar Rotterdam. En Rotterdam is dus echt een eindje rijden. Echt rond de 3 uur. Dus ik moet zo snel gaan slapen. En dan ga ik morgen vroeg lekker uitslapen. En dan rustig... ready maken. En dan ga ik naar Rotterdam. En I'm really excited. Met een mini after concert. Dus geen idee wat het inhoudt. Maar ik ben echt heel benieuwd. En nu moet ik eruit rijden uit de garage. Want anders is mijn ticket zo afgelopen. Ik wil jullie even heel erg bedanken weer voor het kijken. En doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Subscribe to mijn YouTube channel als je meer video's van mij wil zien. En dan zie ik jullie in een volgende vlog. Doei doei!